Decennia lang namens de wetorganisaties actief. En dus kunnen we overgaan tot het uitreiken van die mooie prijs. Waar gaat die beker naartoe, Alex? Die is voor de eigenaar. En dat is Peter Deelis. En die staat daarnaast. En Peter houdt daarvan, dat is wel duidelijk. Hij ontvangt uit handen van Alex van Dijk de prachtige bokaal, horende bij het beste grasbaanpaard van 2019. Gesponsord door Runners. En Bas Huibers maakt zijn foto. Bas Krebas is erbij, de trainer. Jazeker. Namens het verbond wil ik de eigenaar en de trainer van harte feliciteren. Nogmaals van harte feliciteren. En ik wil Runners heel erg bedanken voor de sponsoring die ze nu al een aantal jaren gedaan hebben. En hetzelfde geldt ook voor de leerlingencompetitie. Volgens mij is het een competitie die voor zowel de trainers als eigenaren enorm leeft. En hetzelfde geldt volgens mij voor de leerlingen. Dus gefeliciteerd en Runners nogmaals hartelijk dank. Ja, Runners goud. U zei het al, we gaan over tot het huldigen van de leerlingkampioen. Greta, kom je naar voren. Want de beste leerling was toch echt Dena Limpostumus, de dochter van Greta. Greta, Dena kon er niet bij zijn? Nee, die zit in Frankrijk in Grosbois en die kan echt hier niet aanwezig zijn. Nee, oké, jammer. Ja, heel jammer. Maar jij bent er? Ja, ze vond het hartstikke leuk om kampioen te zijn en ze hebben het met de paarden van Bas gedaan. Mm-hmm. Dus, jij zorgt dat de prijs bij haar terecht komt? Nou, dat hou ik zelf, hè. Nee. Of zullen we namens DNA Runners nog even bedanken? Jij, hartstikke bedankt hoor. Super, dankjewel Greta. Nou, dat maakt de grasbaankampioenen compleet. Bas Huibers zal daar nog één keer een mooie foto van maken. Hemsurf Boko gaat terug naar stal. Wat hebben we van hem genoten? Hopelijk is hij er volgend jaar weer bij. De kampioen op de grasbanen.